Dat is dramatisch. We worden niet gehoord. Het lijkt wel alsof we ons niet serieus nemen. Het is zoiets geks. Of zeg maar in een benzinepomp wonen dan. En je weet natuurlijk niet wat voor andere narigheid eruit komt. We hebben zwavellucht gehad, rotte eierenlucht. Wat had er nou gebeurd als mevrouw Halsema hier had gewoond? Volgens mij was het dan al heel snel opgelost, hoor. Vandaag valt de overlast relatief mee. Maar zodra het hard geregend heeft, dan begint de ellende weer van vooraf aan. Je moet dan ook de deuren gewoon dicht doen, je ramen dicht doen, want het is een ondraaglijke lucht. Sommige mensen worden er echt misselijk van en duizelig en het is gewoon een vieze lucht. Durf jij nou nog wel te zwemmen hier? Nou, 2 weken niet gedaan. En op een gegeven moment wil je wel weer, want ik hou er toch wel van. Ja, je komt nog wel wat tegen hoor, als je inzoomt. Ja, ik heb er maar een beetje scheid aan. En dit probleem is niet voor het eerst, maar speelt al jaren en jaren. Er komt viezigheid terecht in een riool voor regenwater en dat riool stroomt hier in het open water. In 2013, dacht ik, dit is nu de laatste keer. Ik krijg kinderen, ik wil dat het water goed is en ik wil dat de gezondheid van mijn kinderen goed is. Maar de inzet van Rosalie eindigt in een van het kastje naar de muur verhaal. De kwaliteit van het water is Rijkswaterstaat. Dan heb je zeg maar het stelsel van waar het regenwater in uitkomt en dat is van Waternet. En dan heb je ook nog gemeente Amsterdam, omgevingsdienst. Ik heb de milieupolitie diverse keren gebeld. En het grootste probleem is dat al deze instanties heel slecht kunnen samenwerken. Drinkwaterbedrijf Waternet zegt nu de mogelijke oorzaak te hebben gevonden bij een busloods van het GVB. Het bedrijf dat het openbaar vervoer regelt in en rond Amsterdam. Het GVB zegt in een reactie: als het probleem bij GVB blijkt te liggen, dan willen we dat natuurlijk liever vandaag dan morgen oplossen. Maar help ons gewoon uit de brand door die pijp weg te halen en maak daar een lusje in of doe wat. Breng het bij mevrouw Halsema in huis. Het is niet meer van deze tijd, denk ik, om een opening te laten in de kade waar vuil door in ons water kan stromen.